Jordi, goed je weer te zien in Rotterdam. Ik denk dat je heel anders bent aangelopen voor de eerste training dan de afgelopen seizoenen. Dat moet toch anders binnenkomen zijn dit keer? Ja, zeker wel. Ja, vooral voorheen kwam ik natuurlijk vanuit de jeugd. En dan was het vaak kijken hoe het gaat, de voorbereiding. En nu terugkomen vanuit de vuurperiode. Prijzen gepakt in het buitenland. En nu weer lekker hier, dus voelt goed. Wat ben je naast een mooie prijs wijzer geworden in Zwitserland? Ja, toch ook zeker wel een ander type voetbal, zeg maar. Dus je wordt op andere facetten word je ontwikkeld. En dat is gelukkig goed gegaan. Vooral het fysieke gedeelte heb ik nog wel een stap in gemaakt. Dat was nodig en ik ben blij dat ik nou op de goede weg ben. En, ja, sowieso het leven daar zo was anders dan hier. Veel wedstrijden gespeeld ook. Voel je dat ook aan je lijf, dat je fysieker, je zegt het al, maar ook meer inhoud hebt gekregen, dat je meer aan kan? Ja, zeker wel. Ik merkte het vooral op het begin van de competitie, zeg maar. Daar de eerste wedstrijden was toch wat zwaarder. En ja, naarmate het seizoen langer werd en ik meer wedstrijden in de benen had, voelde ik me ook beter. En ja, ging de prestaties ook omhoog en resulteerde dat uiteindelijk in een goede bekerfinale. Ja, waar je scoort uiteindelijk. Je scoort niet veel. Nee. Maar als je het doet, doe je het in een bekerfinale. We hebben het ook al wel onder 19 zien doen. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Dat is wel iets waar ik aan moet werken, inderdaad. Ik moet gewoon wat vaker mijn doelpunten meepikken. Maar zoals het nu gaat in de bekerfinales, zijn het mooie wedstrijden om het te doen, zeg maar. Ja, dat maakt wel dat je verblijf in Zwitserland er één is geworden met een gouden randje. Ze zullen je niet snel vergeten daar. Nee, zeker niet. Ik werd heel erg gewaardeerd. Ook voor die bekerfinale, maar vooral daarna ben ik daar nog 2-3 dagen gebleven. Met mijn vader en overal waar we heen gingen werden we nageroepen, foto's werden gemaakt. We konden niet eens eigenlijk rustig wat eten of er riepen fans naar ons toe. En ja, dat maakt het wel heel erg mooi, zeker. Ondertussen is je optie gelicht hier bij Feyenoord. Dat betekent dat je hier nog steeds bent, dat je hier gaat beginnen. Je zei het al, op een andere manier binnenkomen. Wat verwacht je van dit seizoen? Ja, er is veel veranderd, zeg maar, in de tussentijd dat ik in, geloof ik, februari wegging. Veel nieuwe mensen, natuurlijk een nieuwe trainer. Ook maar ook, zeg maar, het performance team, alles. Is nieuw, dus ik denk wel dat er nieuwe energie in de club komt. En ik denk dat het, zoals veel mensen en de trainer ook zeggen, misschien een ander type voetbal dan het afgelopen seizoen. Dus ik denk dat er veel staat te gebeuren en we gaan met frisse moed er tegenaan. Er zijn ontzettend veel middenvelders in de voorbereiding. De concurrentiestrijd zal daardoor, denk ik, groot zijn. Hoe ga je daarmee om? Ja, in principe weet je natuurlijk altijd dat de concurrentie groot is. Maar er zijn veel goede spelers op natuurlijk 3 posities waar vanuit gaan. Dus ja, het is gewoon belangrijk dat ik mezelf goed laat zien. Dat ik me ga onderscheiden waar ik goed in ben. En dat ga accelereren. Ga je doen met rug nummer 14? Ja, nieuw nummer. Nieuw seizoen, nieuwe trainer. Dus ja, alles maar nieuw gedaan.